Goedemorgen. Dit is de kamer van mij en Sander. Nu even klaarmaken voor de training. Even opfrissen. Omkleden. Omkleden. Schoentjes aan. En naar training gaan. Schoentjes pakken. Ja, het is eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Zoals je hebt kunnen zien. Het is vooral eten, trainen, rusten. Eten, trainen, rusten. Ja, eigenlijk dat zijn de enige dingen die je doet. En 's avonds heb je dan nog een uurtje of twee uurtjes de tijd om iets te doen. Een kaartje te leggen of een spelletje te spelen. Maar ja, de dagen zien er niet heel bijzonder uit. Het is heel veel werken en rusten en goed eten. Dus het is alles een teken van weer even na de windstop zo fit mogelijk te worden. En alles eraan te doen om het lichaam weer competitie klaar te maken. Wat is dan het belangrijkste van zo'n week? Je zegt net al fit worden, maar is het ook belangrijk gewoon de teambuilding, dat je met z'n allen bij elkaar bent? Ja, ik denk dat het daarom met name te doen is om het hele team bij elkaar te hebben en toch nog wat meer teambuilding te krijgen en homogeniteit in de groep te krijgen. Dat iedereen echt nog meer als een team ook op het veld staat. En als je toch veel op elkaar staat, dan praat je veel met elkaar en dan krijg je toch een beter gevoel bij elkaar. En ik denk dat dat de achterliggende gedachte is. En dat, daarom eigenlijk zowel alle clubs ongeveer op trainingskamp gaan. En natuurlijk ook omdat de omstandigheden hier beter zijn dan in Nederland over het algemeen. Maar ik denk voor het groepsgevoel dat een van de belangrijkste dingen is. Je hoort vaak ook van spelers dat ze misschien tegenop kijken omdat het vooral lange dagen zijn. En in het buitenseizoen is natuurlijk dat er weinig te doen is in de gebieden, in de steden, dorpen waar je naartoe gaat. Hoe is dat voor jullie? Zeg maar voor de avonturen? Nou ja, in het hotel is nu niet zo heel veel te doen. We zijn een beetje op zoek geweest naar een pooltafel of iets, maar er waren alleen pooltafels zonder ballen. Dus dat is dan ook al lastig. En buiten het hotel komen we sowieso niet, dat doen we eigenlijk nooit. Dus ik zou niet weten hoe het er omheen is om het hotel, maar het zou best wel eens weinig te beleven kunnen zijn in de buurt. Want ik denk dat dit echt een zomergebied is. En, maar daarvoor zijn we niet hier, dus dat is ook niet erg.